Het gaat goed met Nederland. Dat is natuurlijk goed nieuws. Toch zijn er ook zorgelijke geluiden. Zo blijkt uit onderzoek dat het voor veel inwoners van ons land lastiger wordt om hun huishoudboekje rond te krijgen. Er zijn steeds meer mensen met wisselende inkomsten. Ook zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden. Er zijn steeds meer online verleidingen. En ook nog steeds veel huishoudens met problematische schulden. Ondertussen gaan technologische ontwikkelingen in een rap tempo verder. Dit biedt mogelijkheden, zoals apps en tools die het sparen bevorderen of snel overzicht geven over je geldzaken. Aan de andere kant zijn er miljoenen mensen die moeite hebben om mee te komen in de digitale samenleving. 3 miljoen mensen zijn financieel kwetsbaar. Daarom is aandacht voor financiële fitheid van Nederlanders nodig. Samen met partners ontwikkelden Wijzer in Geldzaken veel succesvolle initiatieven. De Week van het Geld is in 10 jaar een instituut geworden, met deelname van duizenden klassen in het basisonderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs en mbo leren jongeren steeds vaker financiële vaardigheden. Gemeenten organiseren veel activiteiten tijdens de Week van het Geld. De pensioendriedaagse wordt door de sector en werkgevers omarmd. Miljoenen mensen bekeken hun pensioenoverzicht en AOW-leeftijd. Wijzeringgeldzaken.nl helpt jaarlijks 4 miljoen mensen. Ook worden geldzorgen eerder herkend en aangepakt door werkgevers. Met wetenschappelijke inzichten en experimenten zorgen we ervoor dat mensen in actie komen. We kennen het gedrag van de consument en helpen met deze kennis beleidsmakers op verschillende terreinen. De partners van Wijzer in Geldzaken werken samen bij al deze initiatieven. Krachtenbundeling is de kern van het succes van het platform. Vandaag lanceert Wijzer in Geldzaken de koers voor de komende 5 jaar. Onze gezamenlijke missie hierbij is Nederland financieel fitter maken. We gaan ons meer richten op financieel kwetsbare groepen, zoals mensen met wisselende inkomsten, tijdelijke arbeidscontracten en laaggeletterden. Hoe voorkomen we dat mensen die financieel kwetsbaar zijn in de problemen komen? En hoe kunnen slimme innovaties ons hierbij helpen? Vandaag laten we ons inspireren en vanaf morgen gaan we graag samen met jullie aan de slag om deze missie te verwezenlijken. Wijzer in Geldzaken, samenwerken aan de financiële fitheid van Nederlanders.